gezellig. Goedemorgen en superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Lowlands vlog. Het is vandaag de... Hoeveelste vlog is dit? Vierde. Dag vier, het is zondag. Gisteren was het voor mij een redelijk rustige dag. Echt een energiebesparing dag voor mij. Zodat ik er vandaag weer lekker kaart tegenaan kan. Want vandaag staan er best wel veel dingen op de planning die ik wil zien, die ik wil doen. Dus dat wordt lachen. Lars lekker een koffietje aan het maken. Wat? Ja, best wel. Wat hebben we nog allemaal voor lekkers? Banaan, appel, snackkomkommertje heb ik ook lekker gepakt. Oh ja, kikker. Heb ik ook wel zin in. We hebben nog, nou die droge pannenkoekjes om er iets voor op. Oh ja, vond ik zo heel lekker. Ik ook niet, heel veel meer. Want normaal zijn ze een beetje zoet en dan krijg je ze weg. Dit is de snoepla. Oh ja. Oh, dat kan ik misschien wel. Ja. Oh, je wafels. Dit horen wafels te zijn, maar... En daar zit nog, denk ik, broodjes in, krentenboelen. Maar die zijn nu wel een beetje droog, hoor, denk ik. Ja. Na dag, na 4 dagen. Ja, precies. Ik kan rapcups pakken, maar zijn die dan ook op? Geen idee. Dan moet ik best wel weer 2 omspoelen uithalen. Ja. Eentje in ieder geval. We hebben er 3. Lekker koffie uit een red cup. Het lijkt een beetje op gebakken uitjes, als je het ziet. Of Rusty. We moeten vandaag vroeg op pad. Jo. Want 1:30 begint het vrouwtje. Oh. Met Arsje. Ja, dat is wel leuk. Goedemorgen. Oh my god. Ik heb het zo... fucking koud gehad. Ja, het is koud, hè? Echt koud. Ik heb het de vorige editie ook gehad. Ja. En toen dacht ik zelfs, misschien ga ik wel bij Aida liggen. Gewoon naast Aida, oh, dat je elkaar warm kan houden. Ja. Niet gedaan toen. Dat is want die schrikt zich ook dood, dat ik je niet zo... En dan naakt ook, omdat je denkt dat dat beter is. Ja. Je gaat... Maar je wordt wel creatief, hè? Want mijn ding zit gewoon... Hier overheen. Nog een broek, ja, wat ik wilde net vragen. Ja. Had je niet nog een broek die... Nee, ja, ik dacht ik doe misschien nog een spijkerbroek er nog op aan. Ja. Maar dat was toch, dat ging toch wel te ver. Nou, ik moet wel zeggen, toen ik deze aan had, ging het iets beter. Ja. Dat wel. Maar, ja. Ja. Dat was een pittige. Hoe doen mensen dit dan normaal gesproken? Je hebt een dag in de tent slapen. Ja, op een hele goede slaapzak. Dat dacht ik ook inderdaad, want dit is gewoon echt, dit is gewoon niks. Het is 1 uur of zo als je hier. Sorry? 1 uur of zo? Ja, zo, ik denk ook. Toen was je even je schoenen aan het poetsen, toen ben je gaan slapen. Ja. Wat heb jij leuke nagels? Dank u. Wanneer heb je dat gedaan? Laten zien, even een close-upje. Wanneer heb je dat gedaan? Ja. Gisteravond bij de tent van Ivo. Bij de nagelstudio? Bij de nagelstudio, het kost hem 1 munt, dan moet je het zelf doen. Oh, je moest het wel zelf doen. Ja, kort om 1 minuut moet het wel zelf doen. Echt? Je mag hier douchen, maar je moet wel betalen. Ja. Je mag je nagels laten doen, maar je moet wel zelf doen. En zelf betalen. En betalen. Ja, inderdaad. Hebben wij nog een accu? Want ja, voor mij is het opgemaakt. Ik vraag me echt af in hoeverre. Volgens mij. Het is echt niet zo lekker, want de achtergrond is dus zeg maar heel helder. En wij zelf zijn heel donker. Het is echt kut. En weet je waardoor dat komt? Omdat we een zwarte partytent hebben. Anders vraag jij de tent van de buren eventjes. Dat we die mogen... Over de... Ja, dat we gewoon opnieuw beginnen. Maar dat is weer een leerpunt voor volgend jaar. Geen... Ik vind zwart echt leuker dan. Ja. Ik vind zwart ook leuker. Ik ook, maar alleen voor de vlog, voor de mensen die kijken. Is het niet fijn, jongens? Ja, dat is... Ik ga even op bezoek bij Annalotte en haar vriendinnen. Even kijken hoe die meiden er aan toe zijn. Die waren ook zo lekker goed aan het feesten de afgelopen paar dagen. Dus ik ben benieuwd hoe hoog het energielevel op dit moment is. Hoe is het met je? Waar ben je gisteravond geweest? Waar niet?
zondag is begonnen! Lin en Lara zijn naar de Bravo. Wij gaan nu naar een voorstelling. Boys won't be boys. Boys won't be boys. En het gaat over? Het gaat over genderrollen in de mannenwereld. Hetero, homo, maakt allemaal niet uit. En over maak hoe jij je mannelijkheid en je vrouwelijkheid allemaal tot het max kunt gebruiken. En kunt praten en jezelf kunt zijn. Ja, en dat is in de Juliette, dus daar gaan we nu heen lopen. Nu en waar gaan we naar kijken? Tess Santana, wat doet hij? Geen idee. Zingen. Ja, maar het schijnt leuk te zijn. Ja, dus iedereen. Je moet hierheen. Oké, okay, dan gaan we dat doen. En wij dachten, we gaan lekker op de heuvel zitten, lekker chill. Maar dat denkt. Nederland. Waar zijn onze vrienden? Oh, daar is Shu. Echt, Shu die valt aan alle kanten uit elkaar. Been kapot, arm kapot, tanden vallen eruit. En Nathaniel gaat ook een beetje krakken, Mickey. Ja, je ziet gewoon aan die mel van hem dat hij het zwaar heeft. Maar hij komt naar boven, hij loopt naar boven. Hij doet het nog. Oh jongens, mijn camera is kapot gevallen. Super kut. We zijn nu weer terug bij de kampong. We gaan eventjes een lekker gezellige boor doen. En dan gaan we zo naar Stromae. Zin in! Een abrupt einde aan deze Lowlands vlogreeks. Maar wat ik al vertelde in deze vlog, mijn camera is dus kapot gevallen. Gelukkig was het een hele oude camera en heb ik er echt 10 jaar lang mee gedaan. Dus op zich was het best nog wel een wonder dat je deed. Maar goed, ik heb eigenlijk niet meer kunnen vloggen op de maandagochtend. Daar is eigenlijk ook niet heel veel gebeurd. Wij zijn om 10 uur vertrokken naar de auto. En toen hebben we van 11 uur tot 5 uur in de file gestaan. We konden gewoon niet weg. Het stond gewoon helemaal vast. Dus ja, eigenlijk, het had niet veel mooie beelden kunnen opleveren. Maar ik wilde nog eventjes zeggen dat ik Lowlands 2022 weer geweldig vond. En bij deze wil ik ook deze vlogs afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze video's te kijken. Volgend jaar ben ik er sowieso weer bij. Met een nieuwe en een hele goede camera. Ik weet niet of ik binnenkort nog andere dingen op YouTube ga plaatsen. Maar mocht je hem willen volgen, dan kan je me volgen op Instagram. Daar plaats ik gewoon wekelijks andere leuke content. Voor nu, super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Later! Doei!